uitgaan van de eigen kracht. Daar gaat het om bij het voorleesproject Lesi Fusabi, oftewel lezen om te weten. Ouders in het Surinaamse binnenland nemen met dit project het initiatief voor de ontwikkeling van hun kinderen. Deze werkwijze sluit goed aan op de visie van de stichting Johan Ferrier Fonds, die dit project ondersteunt. Die visie luidt uitgaan van eigen kracht van Surinamers en ontwikkeling bevorderen door onderwijs en cultuur. In een radio- en televisieserie over educatieve projecten in Suriname maken we vandaag kennis met dit Lesi Fusabi-project. Het voorleesouderproject staat onder leiding van Beryl Tempo van de stichting Okanisi Piking, Okaanse kinderen. Verslaggever Sam Jones reisde af naar Mungo Tapu, iets voorbij Mungo. 1, 2, 3. Springende kinderen en een springende man. Het ziet er misschien een beetje raar uit, maar we zijn op bezoek bij het leesproject Lesi Fusabi. Lezen om te weten. We zijn op Mungo Tapu. Na school gaan de kinderen van de basisschool, of de lagere school zoals het in Suriname genoemd wordt, in kleine groepjes naar het Lesi Fusabi project. In een klein gebouwtje van de bestuursopzichter van Mungo Tapu. Er zijn zo'n 60 kinderen in het dorp. En zo te zien hebben ze er wel zin in. Iwan Vanan en Irene Kambiel zijn vandaag de voorleesouders van dienst. De stoelen worden klaargezet, Iwan pakt een boek en Beryl Tempo kijkt goedkeurend toe. Mijn naam is Beryl Tempo. Ik ben voorzitter van de stichting Okanisi Piking. En wat u hier ziet zijn kinderen die betrokken zijn bij het project Lesi Fusabi. Het duurt nog wel even voordat iemand van dan echt aan de slag kan met de kids. Oké. Boerderij. En ben ik weer van Abu, even komen. En je bent boerderij. Maar ben je een boerderij? En je bent ook. Dit is meneer Van Aan, is een van onze ouders. Hij is de voorzitter van de oudercommissie. En dit project is het initiatief geweest van hem en de andere ouders. Hij is nu bezig met de kinderen, hij gaat voorlezen. En volgens mij zijn ze nu het boek aan het voorbewerken. Als je goed luistert, hoor je hem twee talen gebruiken. Hij spreekt eerst in het Nederlands en dan in het Okaans. En dan gaat hij terug naar het Nederlands. Dat is puur om de kinderen eigenlijk het Nederlandse woord aan te leren. Het project Lesi Fusabi is ontwikkeld geworden om ouders eigenlijk de gelegenheid te bieden om te werken aan hun relatie met hun kinderen buiten school. Ouders werken ook in school, dus ze hebben de vraag gesteld aan ons, kunnen we ook buitenschool iets doen met onze kinderen? Er zijn meerdere thema's waar ze aan wilden werken en het lezen is daar één van. Voor Beryl Tempo gaat het met name om de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van het kind, door simpelweg voor te lezen. Het Johan Ferrier Fonds ondersteunt dit onderwijsproject financieel, omdat het goed aansluit bij de doelstellingen van het fonds. Uitgaan van eigen kracht van Surinamers en van daaruit werken aan ontwikkeling. Cynthia McLeod, dochter van de naamgever van het fonds en zus van oprichter Joan Ferrier, is ambassadeur van het Johan Ferrier Fonds. En de bedoeling van het Johan Ferrier Fonds is om projecten op educatief gebied en muzikaal, cultureel te ondersteunen. Tot zover de eerste aflevering van de radio- en televisieserie over het voorleesouderproject Lesi Fusabi. Een reportage van Sam Jones was dat.